10 jaar geleden begon een kinderprogramma genaamd Telekids. Niemand had kunnen dromen dat dit programma zo pittig zou worden. Weet jij antwoord op alle vragen over dit populaire kinderprogramma? En kun jij je handhaven in de wereld van de virtual reality? Dan ben jij een superfan. Superfan, het is weer de race te racen. Nog nooit was een race bij Telekids zo spannend. Uit het gele team halen wij Guus en Marleen. Dag jongens, ga lekker staan. Zijn jullie er klaar voor? Guus, ga lekker naast Marleen staan. Ja, zo is het goed. Want het rode team heeft ook twee geweldige gladiatoren hier naartoe gezonden. Namelijk Corné en Cindy. Nou, daar gaat hij dan, hand bij de knop. Goedemorgen, zeg. Wat een spanning gelijk. Hoe is Corné? Gaat hij goed, jongen? Oké. Okay. We gaan terug de geschiedenis in. Dat is heel erg belangrijk dat je ontzettend veel naar Telekids hebt gekeken. Want zo kun je op een gegeven moment de antwoorden goed beantwoorden. Dat is geweldig. We gaan naar 1993. Hey, goedemorgen. Welkom bij Telekids. Ja. Wist ik veel dat het zo vroeg was? Moest je ook zo vroeg op? Hoe laat stond je al op vanochtend? 6 uur. Oh, ik 4 uur. Goedemorgen. Nou, Ireentje is er niet, dan moet ik even uitleggen. Irene belde mij op en zei, luister Carlo, ik ga op wintersportvakantie. En dat wil ik zo graag. Zou jij voor een keertje Telekids willen overnemen? En jij, wat ben jij lekker opgedroogd. Echt. Mag ik dat even kwijt? Goed, het was een fragment uit 1993, 6 februari 1993. En het was de eerste keer dat Carlo in Telekids verscheen. Het was niet de eerste keer, Irene, want wel? Ik was ooit nog eens een keer bij jou Vraag maar raakgast. Wel, nee. Wie heeft er gelijk, Carlo of Irene? Carlo. Nou, wie heeft er nou gelijk? Irene, jij zegt Carlo? Irene. Jongens, Carlo heeft altijd gelijk, hoor. Oeh, er gaat een punt naar het rode team. Carlo was Vraag maar raakgast. Ja, 2 punten en we laten naar het rode team. Met welke bekende Nederlander zou je graag een keer samen willen werken? Met Irene. Ach joh, slijmbal. Met Irene zou ik, ja, wij kunnen heel goed samen. Dat denk ik wel, maar... Kijk, ja. Even op camera, kom eens even hier op die. Dus kijk eens, ja, hoe is dit samen? Ja, het kan goed. Kan het? Mij. Ja? Volgens mij wel. Wat heb je... Ja, oh. Nee, we gaan even door. Oh, ik hoor, de tijd is op. Oh. Ja, zo snel gaan we het nee. Nou. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie komst. Ja, goeie is het jammer dat ik... Nou, Carlo, jammer, heel veel succes met je programma's en zo. Dankjewel. Ja. Wij gaan er weer uit. Om 4 uur zijn we morgenmiddag weer bij jullie terug met een nieuwe Telekids. Mag ik één ding doen? Oh. Had ik altijd willen doen. Mooi decor ook, Irene, toen. Echt mooi, die blokjes. Bij het eerste jaar voor de movie race vormde een spiraal de tanden van een haai. Hoe heette dit spel? Ja, Geel heeft eerder gedrukt, ook al werd het jumpje deed even niet. Inderdaad, Geel heeft gelijk. Jaws is goed. Een punt voor het gele team. Nu even in de reset weer. Heel goed. Rood heeft eerder gedrukt voor de aanbieding. Rood, houden jullie de aanbieding? De aanbieding. Houden. Ze houden de aanbieding. Weet je het zeker? Jawel, ze zeggen het. Wat zit er in de gouden envelop? Daar gaat hij. 2 punten erbij. Wat was er mis met dat decor? Dat was een hartstikke mooi decor. In 1991 was dat een prachtig decor. Er was een Dashing Show in 1991. Zie je die uitgang daar? Het is 1998. Jongen. Nou goed, ooit zong Irene met Smurfen, echt waar. En welk nummer werd door Irene en die Smurfen een geweldige hit? Hoe heette dat nummer? Rood? Ga je mee in de Smurfland? Nee, dat was niet de hit. Dat was wel een leuk liedje. Vond ik het leukste liedje van de CD. Maar het is No Limit, dat was de geweldige hit. 3 maal platina voor Irene. We gaan naar een fragment. Je kan 2 punten verdienen. Ja. Ja,
genoten. Wat heb ik gelachen om het filmpje. In 1992. In 1992 ging ik op zondag altijd kijken bij diverse sportclubjes. Dan deed ik altijd een poging om mee te doen en zo. Ja, ik ben al op allerlei clubjes geweest, maar niet op atletiek. Jawel, je bent wel op atletiek geweest. Je bent altijd nooit op kunstzwemmen geweest. Kunstzwemmen heb je nee, nooit. Nee, nooit atletiek. Atletiek heb je wel gedaan, maar kunstzwemmen niet. Wie heeft er gelijk? Carlo, kunstzwemmen wel. Geel? Irene. Irene heeft gelijk. En Irene? Ik heb gelijk. Irene heeft dat gelijk. Dat is correct. Kijk maar! Ik zat ook op kunstzwemmen. Ja hoor. Was ik al in beeld? Zo'n grijnig gezicht, hè? Ik noem even drie rollen uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Let op, daar komt ie. Janine, Suzanne en Diane. Wie van de drie heeft ooit meegedaan aan Pittige Tijden? Ja, rood. Diane, Suzanne of... Wat zeg je? Janine. Nee, Janine heeft nooit meegedaan. Het was Suzanne. Het was Suzanne, dus een punt voor het gele team. Een aanbieding. En Geel heeft eerlijk gedrukt. Houden, weggeven. Houden. Houden. Ze houden hem. Houden jullie de envelop, Geel? Ja, ze houden. Marleen en Guus? Het zijn twee punten eraf. Sorry hoor. Twee punten eraf. Drie punten voor het gele team. Vier punten voor het rode team. We gaan naar een fragment. Het heeft te maken met All You Need Is Love. Blijf achter je, hoor. Blijf je wel achter je. Carlo? Hallo. Hi, hallo, ik ben Robert. Hallo. Hi. Hoe is het? Hé, wat is er aan de hand? Nou, kom even binnen. Ja. Ga even zitten. Ja. Ik heb Irene even meegenomen. Jij ook mee? Kan die er ook even bij? Nou, ga zitten. Kun je erbij, Irene? Nou, het gaat hierom dat zij heeft... Nou, ik heb het gezien, ja. Het was heel erg. Ja. Eigenlijk. Wat een toestand. Ja, dat was... Caroline had een ruzie en Robert en Brink probeerden dat goed te maken. Ik had een beetje gefiezelefozeld met de cameraman toen Chef was dat. En ja, daar was ik met Chef. Je had niets gedaan met Chef. Je had een vreselijke foto en je stond vreselijk op te vinden om het over Willem-Alexander te babbelen. Nou, wat een onzin. Willem-Alexander. Wie heeft er gelijk? Chef of Willem-Alexander? Carlo! Carlo heeft gelijk. Natuurlijk heb ik gelijk. Ja hoor. Ik had het met Willem-Alexander. Een klein stukje ervan dat Irene gek is op Willem-Alexander. Kijk maar. Denk je dat Prins Willem-Alexander het mooi vindt dat ik aan heb? Ja, ja? Ja. Nou, dan ga ik hem maar opwachten buiten. Ja. Dankjewel. Sorry. Nou, ik heb het toen heel populair gemaakt, Paul. Wat gedrukt weer. Rood. Houden. Houden. Ze houden de aanbieding. Ja, kom maar hierheen. Hebben jullie wel gesniffeld aan de envelop? Ja? Oké, okay, nou, ze houden de aanbieding rood. Dat betekent dat ze superkeeper gaan spelen. Superkeeper, kom maar. Voor drie punten. Dan ga je. Oh nee, je blijft hier. Iedereen, mag je wat zeggen? Kom maar erbij. Kom maar erbij. Ja. Superkeeper is namelijk nog spannender dan ooit tevoren. Vroeger hoefde je maar in 1 minuut 40 ballen te stoppen. Nu moet je er 50 stoppen. 50 ballen binnen 1 minuut. Ga je gang. Voorheen 40, nu 50 ballen stoppen binnen die 60 seconden. Dat is de bedoeling. Stukje naar achter. Beetje fanatieker, ook bij je voeten. Gebruik je voeten ook. Ja, gebruik die benen.
Die benen. En we spelen nog 30 seconden en 32 saves. Het moet er 50, moet je er stoppen. En het is goed, 50 saves. Volgende week wordt hij nog moeilijker, want dan moet je de 60 in 60 seconden stoppen. Nou, dat wordt helemaal wat. In ieder geval 3 punten nu voor het rode team. 6-5. Dat hoorde ik toch allemaal. Wat is de meest gestelde vraag aan een vraagmaraakgast? Heeft u ooit verkering of heeft u vroeger een grote blunder gemaakt? Verkering of blunder? Verkering of blunder? Verkering. Verkering is goed, ja. Punt daarbij. 8-5. Irene heeft een voorwerp. Irene, wat is het? Nou, ik zal het even laten zien. Ik moet het even stilhouden zo. Kijk, wat een lief hondje. Toen Hans van Wilgenburg hier was met Mireille, hebben we dit hondje van Hans gehad, omdat Hans zo van hondjes houdt. En hij gunde ons dit gewoon. Ja, je zegt dat het van Hans van wie? Hans van Wilgenburg. Hans van wie? Hans van Wilgenburg. Ik zeg, dit hebben we gekregen van Sjoekeli Hooper. Wie heeft er gelijk? Carlo of Irene? Carlo. Carlo heeft gelijk. Irene, heb ik gelijk? Carlo heeft deze keer heeft hij geen gelijk. Oh, dit hondje is namelijk van Hans van Wilgenburg en we hebben het bewijs. 2 punten naar rood. Ja, maar zien. Ja, dat is ook zo. En, maar ik spaar hondjes die op een bepaalde manier kijken. Die heel aandoenlijk je aankijken, zoals deze. En ik heb erg lang vanmorgen vroeg hem aangekeken. Hij mee en gevraagd of hij hier naartoe wilde. En hij zei, nou ja, naar Irene en Carlo wil ik wel. Het is echt een... Dus jullie mogen hem houden. Lief, hè? Wat lief, dankjewel Hans. Kom nog eens langs, straks zo zeggen. Ik wil een vraag stellen, maar rood heeft gedrukt. Houden weggeven is de vraag. Het is de 4e aanbieding. 10-5. Rood, je staat gigantisch voor. Ga je hem houden? Ja, ze houden hem. Ze houden hem? Wat zit hierin? Wat zit hierin? Een Telekens klok, een Telekens fietsvlag, een Telekens horloge. Een verrassingspakket! Ze geven de Soca Boys op een verrassingspakket. Komt ie aan? Het verrassingspakket, jongens, wat een praat. Ja, ooit was ik nog jong en fruitig en toen loste ik allemaal problemen op voor kinderen. Carlos Crisis. Nee hoor, je hoeft niet te drukken, we gaan even kijken. Gefeliciteerd met de aanstelling bij deze club. Hoe bent u van plan deze club tot ongekende hoogte te brengen? Meneer Aarmakker. Meneer Aarmakker, alsjeblieft. Het is voor Carlos Crisis. Hallo. Meneer Aarmakker. Alsjeblieft, wilt u nog even met ons praten? Het is eventjes maar. Participatie! Van zijn links naar zijn rechts. Van de flank opzij naar voren. Defensie, aanval, territorium. Leeuwheid! Kracht hebben! Kracht om de sensatie uit te voeren! Om me keeper als een bal naar de linkerkant. Kijken, kijken, gaat het om keeper? Kijken naar zijn rechterkant. Dat je weet wat je doet als je de flanken overzet naar de tentatie. Dat je niet naar de tentatie, maar een hupsegatie gaat. Dat je weet wat je moet doen. Dat je niet denkt dat het op een tentatie gaat, maar dat je een afvlak maakt. In snelheid, in participatie. Daar gaat het om. Is dat voor deze wedstrijd begrepen? Ja. Ja, meneer. Ja, meneer. Dit was een fragment uit Carlos Crisis. Een van mijn favorieten, moet ik je even zeggen. Niet van mij, hoor. En het was een elftal en het elftal verloor steeds. En Carlo zorgde toen voor deze nieuwe trainer. En onder leiding van deze trainer die jullie net zagen, wonnen ze uiteindelijk toch. Nee, die trainer heb ik namelijk ontslagen. Die trainer heb ik ontslagen, dus we wonen niet met deze trainer. Wie heeft er gelijk? Carlo of Irene? Ja, zeg het maar. Irene. Nee, Carlo heeft gelijk. Er gaat een punt 2 punten naar rood. Ik ga laat het nog eventjes zien dat het... Zo'n trieste gezichten hier ook. Kijk eens even hoe triest. Onze keeper helemaal triest. Hij had toch wel een... Nou, hij had zijn dag wel om, maar... Ja, hij ging er 10 in, hè, jongens? Ja. 10-0 verloren. Nou moet ik wat zeggen.
Ik heb jullie trainer, coach, alles bij elkaar, Leo Armhakker. Die heb ik weggestuurd. Die heb ik gewoon... Yay. Heb ik gewoon een schop om de seconde gegeven. Ik zeg, het is afgelopen en hij is weg. Zijn we daarmee eens? Yay. Nou, dat is allemaal goed afgelopen dus. Ik heb een vraag voor je. Aanbieding, houden weggeven. Je staat 3 punten achter. Ze houden de aanbieding, Irene. Ze houden de aanbieding, dat is goed. Wat heb ik hier namelijk? Kan je mij eventjes helpen? Nou, om een lang verhaal kort te maken, we hebben hier voor jullie... Ah, chaka. Ja, chaka. Hallo. Twee chaka-kaarten, geloof ik. Nou, eentje ligt er daar, dat komt helemaal goed, zie je. En daar word je heel erg blij en positief van. Dit zijn ratelbanden. Alsjeblieft. Ook één voor jou. Ratel één keer ermee, even één keer ratelen. Stop maar. Want heb je nog wat? Geeft jullie energie voor de super survival voor 3 punten. Oké, luister goed. Stop even. Rood, je staat 3 punten voor. Geel, 3 punten dus achter. Als geel wint, dan staat het gelijk. Geel moet winnen. Anders is rood sowieso de winnaar. We gaan naar buiten. Super survival! Nou, daar komen we aan. Ik heb een geweldige jas. Heb ik weer aan. Ik ben ook de jongste niet meer, hè? Zo, langzamerhand. Super Survivor. Hallo, kom eens hier met die camera. Denk je dat ik helemaal jongen zeg, hé? Ben ik helemaal hier nog niks lopen, toegelopen? Ga je naar die kinderen toe hier? Want ik ben vanaf dan open dan. Wat zeg je, schat? Petje mag af. Altijd je petje af. Goed zo. Nou, ik ben er doodmoe van. Ik ga even liggen. In de tussentijd gaan jullie gewoon Super Survivor. Geel moet winnen. Ja, dan gaat Geel ook. Als eerste, maar ze moeten met z'n tweeën moeten ze bellen. Je moet je collega even helpen. Kom op, schiet op. Geel gaat voor rood. Kom op, Geel. Je moet die punten pakken. Die punten zijn voor jou. Oh, daar komt rood met z'n tweeën. Oost, help je collega nou toch. Ja, kom op, Geel. Wie doet het eerder, rood of geel? Helpt er dan. Oh, het gaat gelijk op. Rood is er al, maar geel met z'n tweeën. Geel is de winnaar. Jongen, ja, zo net nog op tijd. Zo, dat is... Yes. We gaan terug naar Irene. Irene, 3 punten, het staat 10-10. Ach, het is geweldig, het is dasheling, het is 10-10 inderdaad. Door hierdoor is een gelijke stand gekomen. Je moet met z'n tweeën bij de bel zijn. Pas dan heb je gewonnen. Vandaar dat die 3 punten nu gewoon naar geel zijn gegaan. 10-10, het is ongelooflijk spannend. En we hebben nog maar 1 vraag te gaan. De laatste vraag is alles aan beslissend. Kom er gelijk bij staan, Irene. Ik vind het zo spannend. Hand bij de knop. Is het een leuk jakje? Huh? Leuk jakje. Vind het leuk, mooi. Daar gaat hij dan. Mag de muziek af? Laatste vraag. Wie wordt de winnaar? Hoe heette het spel van Giegel en Gogel wat zij vorig jaar speelde met kinderen aan de telefoon? Rood, druk. Hoger, lager is niet goed. Het is Quizline. Dat heeft... De winnaar zegt G! Ja. Zonde, hè? Het is echt Quizline. Wat een emotie hier. Ja, ik snap het wel. Geef de bekers maar gelijk. Het is allemaal wat. Kijk eens wat een geluk en blijdschap hier bij Geel. Och, daar is Carlo. Rood krijgt de bekers. Oh. Het is niet anders, jongens. Ja. En hier, kijk eens, nog 1 grote ovatie voor Geel.